anders. Ondanks dat ik geboren en getogen ben in de Achterhoek, spreek ik het dialect eigenlijk nooit. Mijn va en mo wel. Mijn mo praat Achterhoeks en mijn va Twents. Het Achterhoeks is een hele mooie taal, met mooie uitdrukkingen. Maar een stuk minder. Ik heb veel plezier gehad in Utrecht, maar toch bleef de Achterhoek aan mij trekken. En ben ik er voor mezelf eindelijk uit. Ik ga terug naar de Achterhoek.
dan wil ik even een hele speciale gast uitnodigen die vanavond zo goed was om als extern commissielid plaats te nemen. En die heeft misschien ook nog wel wat te zeggen. Ja, ik ben niet zo gewend het podium op te klimmen, merk ik net. De af gaat heel makkelijk. Marieke, je bent om heel veel redenen me dierbaar. Want de eerste keer dat ik jouw stem hoorde, kon ik je niet eens zien. En ik ben dat niet vergeten. Als ik zie wat je vandaag gedaan hebt, dan moet ik trots zijn. Omdat ik vind dat je zelfs vanaf de Voice een ontwikkeling hebt meegemaakt. Ik denk dat we een paar hele bijzondere dingen hebben gezien vandaag. Ik ben het met al je docenten eens. Want die hebben hele wijze dingen gezegd waarvan ik denk dat je ze goed moet opslaan. Omdat je die voordeel mee kunt doen. Vandaag heb je een liedje gedaan wat voor mij me dierbaar is, maar om meerdere redenen. Want dat was eigenlijk best wel gevaarlijk. Misschien was het bedoeld als grapje, maar ik denk dat het ontzettend goed heeft uitgepakt. Want het was het meest gevaarlijk om te doen, want dat heb ik net tegen de docenten ook gezegd. Het is een liedje waarbij de kans dat de aandacht afvloeit van jou heel groot is. En tegelijkertijd heb ik voor het eerst, ook vanaf de Voice, daar de echte Marieke gezien. Dat ging namelijk over jou. Het ging over... Je zoog mij echt hier naartoe. Ik ben bij die baal gaan staan en denk, nu wordt het echt, echt interessant. Want nu ben je niet meer de zangeres die een liedje van een ander doet, maar nu zie ik Marieke. Ondanks dat het een liedje van mij deed, was het jouw liedje. Door het arrangement, maar door de manier ook hoe je het vertelde. En ik leg er zoveel nadruk op, niet omdat het binnen was, maar omdat we daar Marieke gezien hebben. De Marieke waar we allemaal hopen dat je dat stukje nog groter maakt. Want praat over jezelf. Je hebt 4 liedjes gedaan vandaag die je zelf gecomponeerd hebt, maar daar heb je niets over verteld. Neem ons als publiek mee. Wij willen meer van je zien en horen. En het zit erin. Dus breng dat naar voren. Vooral vandaag was hoop. Hoopvol. Dat we die Marieke vaker gaan zien. Ik heb genoten. Ik ben natuurlijk ook niet naartoe gekomen om er zeker te weten dat je door was. Want ik moest er niet aan denken dat een van de meest talentvolle zangeressen, die ook nog eens een werkethiek heeft waar je u tegen zegt, want mensen die talentvol zijn vaak, worden lui. Omdat ze vertrouwen op dat het komt. Het komt wel. Marieke, het gevaar is, als je zo goed kan zingen, is dat je makkelijk wordt of dat je de ultieme coverband zangeres gaat worden. Alsjeblieft doe ons dat niet aan. Prikkel jezelf om boven jezelf uit te stijgen. Zeker in de ballads, daar zie ik iemand waar ik vaker naar wil luisteren. Maar neem je mee in het verhaal. Dus, lieve schat, verstop je niet in de achterhoek. Ga daar absoluut terug. Laat je op. Doe inspiratie op. Maar beloof dan af en toe hier naar terug te komen. En op het podium te staan en jezelf zo groot maken. En ga staan en straal de zaal in. Want als je dat doet, dan ben je heel bijzonder. Dan stijg je boven de rest uit. Bravo. Ik vind het toch goed. We gaan lekker bier drinken en een feestje. Thank you.